Nou, ik neem jullie vandaag mee op een dagje met het keukenrondje. Het is nu is het nog 7 uur. Ja, sommige dieren slapen gewoon nog. Het is natuurlijk nog heel vroeg. Maar ik wil jullie heel graag een rondje meenemen door Gaia Zoen. Ja, hoe onze keukendag eruit ziet. En dan beginnen we eigenlijk met alle karren voor klaar te zetten. En dan alles in te laden in de aanhanger, alle diëten die we gisteren hebben gemaakt. Die worden dan de dag van tevoren klaargemaakt. En dan gaan ze de koeling in en dan de volgende dag worden ze eigenlijk rondgebracht op het park. En dan rijden we een rondje langs alle afdelingen. Dan zetten we op iedere afdeling iets klaar. En het afwas nemen we dan mee terug en die wordt dan hier in de keuken weer afgewassen. Naarmate dat je eigenlijk hier in de dierkeuken ingewerkt bent, leer je de diëten zelf herkennen. Je maakt ze natuurlijk ook elke keer opnieuw. Je herkent wat er in een emmer zit. Dus je weet precies bij welke afdeling je welk emmertje moet neerzetten. En ook als je de diëten maakt wat je dieren wel of juist niet kan voeren, daar kom je naar de hand eigenlijk wel achter. We gaan dus nu het dieet van de gorillas maken. Nou ja, zoals je ziet hebben we nu witlof en er zitten geen bananen bij. Zoals veel mensen natuurlijk denken dat apen allemaal bananen krijgen, maar dat is dus niet zo. De bananen die wij natuurlijk hier in Nederland hebben zijn natuurlijk heel zoet en heel lekker. Maar voor de dieren hier is dat natuurlijk veel te veel suikers. En in het wild zijn de bananen veel vezelrijker dan dat wij ze hier hebben. Dus vandaar dat wij eigenlijk compleet een groentedieet voor de gorillas hebben. Dus dit is alle groenten die zij verdeeld krijgen over de dag. En daarbij komt dadelijk nog wat strooi voor, maïs en alle brok die ze krijgen over de dag heen. Dus gorillas. Bij het samenstellen van de dieet bij de dieren in Gaia Zoo kijken we ten eerste naar wat die dieren in het wild eigenlijk zouden eten. En ook hoe zij dat in het wild zouden eten. Nou, we kijken naar waar dat dieet in het wild eigenlijk uit bestaat. Dus eten ze bijvoorbeeld heel veel planten, dan kijken we naar wat voor soort planten dat dan zijn. Waar bestaat dat precies uit en welke delen van de planten zijn dat. En dan ga je vervolgens kijken hoe je dat in de dierentuin zo goed mogelijk kan nabootsen. Bij een gorilla bijvoorbeeld, die eten in het wild honderden verschillende soorten planten en allerlei verschillende delen van die planten, is het natuurlijk heel lastig om dat in de dierentuin zo goed mogelijk na te bootsen. Want we zitten hier niet in tropisch Afrika. Maar dan ga je dus kijken naar wat is er beschikbaar in de dierentuin. En hoe kan je dat zo goed mogelijk nabootsen. En dan kijk je dus inderdaad naar waar zo'n dieet uit zou moeten bestaan voor die dieren. De groentes die wij hier voeren aan de dieren in Gaia Zoo zijn eigenlijk bijna hetzelfde als hetgeen wat je in de supermarkt ook kan kopen. Maar er is iets heel bijzonders aan bij Gaia Zoo en dat is dat speciaal voor Gaia Zoo wordt verbouwd, de groentes. Dus hier in Zuid-Limburg in de regio worden die groentes speciaal voor Gaia Zoo verbouwd en komen ze eigenlijk rechtstreeks van het land naar de dierentuin en worden zo rechtstreeks aan de dieren gevoerd. Dus verser dan dat zou het eigenlijk niet kunnen. Iedere dag ziet het dieet van zo'n gorilla er anders uit. Dus selecteer de ene dag bijvoorbeeld komkommers, de andere dag krijgen ze juist weer witlof. En het varieert ontzettend veel. Dus het dieet in Gaia Zoo ziet er iedere dag anders uit. De voeding die wij de dieren in Gaia Zoo geven, dat zijn natuurlijk hele bijzondere producten. Een brok voor een gorilla of voor een giraf, dat vind je niet in de alledaagse dierenwinkel. Wij werken samen met tientallen verschillende leveranciers die speciaal voor dierentuinen dit soort producten ontwikkelen. En die producten die halen wij naar Gaia Zoo toe om daar dus vervolgens de dieren mee te kunnen voeren.